ben ik weer en welkom weer bij een nieuwe video. En ik heb vandaag weer een kokkerelle Manuelle video. Aangezien we toch allemaal een soort van thuis zitten. Ik dacht, het is het ideale moment om lekker even een kokkerelle met Noelle video te maken. Ik zit eigenlijk al het hele weekend thuis. Een beetje aan mijn afstuderen te werken. Erg saai. Mijn hele leven staat op de kop. Maar waarschijnlijk bij jullie ook. En bij heel Nederland. Nou, wat gaan we vandaag maken? We moeten natuurlijk creatief zijn. Want alle supermarkten in Nederland zijn leeggeroofd. Ik had toevallig wel een voorraadje nog van spullen staan. Want dat heb ik altijd gewoon in huis. Pasta, rijst en shit. Maar we gaan vandaag curry maken. Rode curry. En wat heb je hiervoor nodig? Ik heb hiervoor rijst nodig. Ik gebruik basmati rijst. Champignons. Een paprika. Dit was trouwens de laatste paprika die ik zag. Sperziebonen. En dit zijn super chille sperziebonen. Want die zijn 60 cent. Uit het vriesvak. En ik ben normaal gewoon altijd van de verse groenten. Maar dit is echt chill. Dan heb je dit goedje nodig. De rode curry paste kruidenpasta. Van Fairtrade Original Nussbaum. Kokosmelk. Ui. Knoflook. En natuurlijk een rode peper. En dit is zoals je ziet een vega gerecht. Ik wil er eigenlijk graag kip in doen. Kippendijfilet. Super lekker erin. Maar dat was op. Roeien met de riemen die we hebben. Laten we gaan beginnen. Het is een beetje apart licht, want de zon schijnt ineens. De zon schijnt nooit. Moeten we binnen zitten, schijnt de zon. Allereerst kook je water in de waterkoker. En doe die helemaal vol, want we gaan daarmee de rijst koken. Maar ook de sperziebonen. Ik heb dus echt een magische tip voor deze sperziebonen. Want we gaan straks natuurlijk alles wokken. En je hebt geen zin om dit dan helemaal in een pannetje te gaan koken. Dus je doet de sperziebonen. In een kommetje. En dan giet je daar kokend water overheen. En dat laat je dan eventjes staan. En dat kan je dan gewoon straks afgieten. En dan kan je die ook gewoon gebruiken in de wok. Dus hoef je ze niet in een pannetje te koken. Geen gedoe. Lekker makkelijk. Even de rijst koken, gewoon zoals dat op de verpakking staat. Nu gaan we even de ingrediënten snijden. Ik snij twee kleine uitjes en de hoeveelheden staan als gebruikelijk gewoon in de beschrijving. Wat een gedoe echt in de wereld. Ik ben echt een beetje in shock met wat er allemaal aan de hand is. Ik zag dit zo niet aankomen. Snijden de uitjes, of snipperende uitjes, wat je ook wil zeggen. Ik gebruik de knoflookpers voor de knoflook, dus die hoef je niet te snijden. En natuurlijk ook de paprika. Oh my god. Nee, dit meen ik niet. Oké, ik heb toch niet zo'n goede paprika gekocht. Hij is helemaal verrot. Dit was trouwens de laatste paprika die ik zag. Nou jongens, het wordt een erg schraal recept, want mijn paprika is verrot. Oké, eens even kijken. Aangezien alles op is. Oké, ik ga denk ik dan een blikje linzen er nog doorheen gooien. Geen idee of het lekker wordt. Maar anders heb ik alleen maar champignons en sperziebonen. Dus ik doe er nog een blikje linzen in. Ik heb de champignons gesneden. Het is een beetje chaos. En dan snijd ik nog een peper. En ik snij meestal eigenlijk gewoon een hele peper. Want ik hou van pittig. Maar als je nou niet van pittig houdt, doe dan een half pepertje. Op zich is dit ook al een beetje pikant van zichzelf. Dus als je niet van pittig houdt, doe er dan maar gewoon geen peper in. Nou, laten we dan maar gaan beginnen met koken. Ik zet het vuur aan. Doe even wat olie in de pan. De rijst is dus al gekookt. Allereerst fruit je de uitjes in de pan tot ze een beetje glazig zijn. Dan doe je de knoflook erbij. Zo. Ja.
de rode peper. En zorg dat de knoflook niet aanbakt, want dan wordt de knoflook niet lekker. Vervolgens de champignons erbij. Huppakee. En de boontjes. En dit bak je gewoon lekker door. Tot alles, dat vooral die champignons gaar zijn. Vervolgens doen we de linzen erbij. Die heb ik afgegoten. Zo. Doen we de linzen erbij. En in dit curry paste dingetje zit dus een zakje. En ik gooi gewoon dat hele zakje erbij. Dit bakken we dan even 2 minuutjes, zodat de smaken helemaal vrij komen. Volgens mij heb ik het wel best wel pittig gemaakt, als ik het zo nu bekijk. Maar ja, dat wordt lekker zweten. Als laatste doen we de kokosmelk erbij. En je moet maar zelf een beetje inschatten hoeveel kokosmelk jij wilt. Wil je het heel romig, dan doe je gewoon het hele dingetje erin. Hoe noem je dit? Het hele pakje erin. En wil je het minder romig, dan doe je er wat minder in. Ik kijk altijd een beetje gaandeweg hoeveel ik wil. Ik doe nu ook gewoon alles erin. Want ik heb het erg pittig gemaakt, dus dan wordt het een stukje minder pittig. Dit laat ik nog heel eventjes doorkoken en ik doe even de deksel erop. En dan kunnen we straks gaan eten. Ik ga even het bord pakken. Ik schep even wat rijst op. Ik heb erg honger, dus ik schep gewoon al flink wat op. Ondanks alle tegenslagen ziet het er wel echt lekker uit. Oké, ik heb lekker een bordje opgeschept en ik ga even voor jullie proeven. Smaakt me eigenlijk erg goed. Oh, die linzen zijn nog echt niet zo'n slecht idee. Het is eigenlijk echt heel chill. Zo zie je maar weer variatie. Het kan allemaal. Zeker als de supermarkten niet echt vol liggen. Deze curry is dus super chill, want je kan er eigenlijk gewoon alles in gooien wat je hebt. Dus ja, als jij wel een paprika kan vinden in de supermarkt, laat het me even weten. Ga je dit ook maken? Of ga je andere dingen doen tijdens deze coronatijden? Ja, ik ga dit lekker opeten. Ik ga kijken naar de persconferentie van Rutte. En dan wens ik jullie een hele fijne dag nog. En bedankt voor het kijken. Doeg!